Hoi, goeiedag allemaal. Daar ben ik weer sinds lange tijd met een video. Dit is eigenlijk de eerste video na de break name video die weer online komt. Dus dan weet je dat ook gelijk. Maar als je wil weten hoe of wat, waarom ik een break heb genomen, check die video nog even. Maar vandaag ben ik hier met jullie met de kerstcadeautjes die ik dit jaar heb gekregen. Het is nu precies 31 december. Dus als je buiten wat hoort, dan weet je dat het daarmee te maken heeft. Maar ik ga vandaag mijn kerstcadeautjes laten zien. Nou, het eerste heb ik toevallig nu aan. Dit is een jurk. Dit is een sweater dress, zoals ze dat ook wel noemen. En dit staat erop. Heel simpel, het is groen. Er zit een capuchon op. Deze heb ik onder andere van mijn ouders gehad. En ik heb nog wat items van mijn ouders gehad. Maar die ga je zo voorbij zien komen. Ik heb nog twee jurken gehad. Dat is onder andere deze. En eigenlijk deze in een andere kleur. Even kijken. Ja, ik heb hem hier. Dit is, het is een fluffy green jurk. Het is eigenlijk ja, iets anders dan deze. Het is een simpele zo eentje met mouwtjes. Het is dus een jurk ook. Je kan hem alleen niet helemaal laten zien. De voorkant is ietsje korter dan de achterkant. Maar super leuk. En deze heb ik van een paar van twee vrienden van mij gehad. En ik heb deze van andere vrienden ook nog in het fel roze gehad. I like it. En dit is zo lekker comfy, want ik heb de roze heb ik al aangehad. Maar die zit nu in de was, dus die kan ik niet laten zien. Maar die is fel roze, dus dan een beetje ongeveer. Maar het is in principe precies dezelfde jurk, dezelfde stof. En zo lekker comfy, dat wil je niet weten. I like it. Dat is die. Nou, dan ga ik nu even met deze. Dit, ik ga hem niet uit de verpakking halen. Dus je moet het even echt zien in de verpakking en er kan wat weerspiegeling in zitten. Maar dit is een organize bakje. En waarom ik hem nog niet openmaak, omdat anders die laadjes er elke keer tijdens het reizen straks uitgaan. Maar dit is gewoon een heel simpel organize bakje die ik op mijn bureau, op mijn tafel thuis kan neerzetten. En daar kan ik maar vooral ook mijn dagelijkse make-up in opbergen. En dat was eigenlijk ook een beetje de bedoeling van deze organize bakje. En hij is heel simpel zwart. Hij is super, super handig. En ja, deze vond ik eigenlijk ook wel super mooi. Dan ga ik denk ik eerst die grote ding even laten zien. Wat ik eerst die denk ik even ga laten zien. Want dit zit nu in een doos. Dus je zou denken, wat is dit? Maar we hebben hem bewust in de doos gelaten. Zo van, zo kan ik hem dan ook bewaren. Want dit is een, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet uitleggen. Want deze dress, die organize bakje, dit heb ik tot nu toe van mijn ouders gehad. En er komt straks nog wat van mijn ouders. Deze komt ook van mijn ouders vandaan. Maar dit is het kabeltje wat er in ieder geval bij zit. En deze zit er dan nog bij voor stekker. Maar dit is zo'n, ja, ik weet niet zo goed nog steeds niet hoe je dat moet noemen. Maar dit is zo'n plaat die licht geeft. Dat deze licht geeft uiteindelijk. En daar kan je je diamond print op leggen. En hij schijnt dan vanaf de onderkant. En hier komt dan, ja, hier komt dan als het ware het licht vanaf het onder. Waardoor je, zeker als het wat donkerder is bijvoorbeeld, dat je heel makkelijk kan kijken. En dit wilde ik heel graag hebben omdat ik diamond print heel leuk vind. Maar eigenlijk s'avonds het bijna niet kan doen vaak met sommige kleuren. Omdat het zo donker is. Dus vandaar dat ik deze heb gevraagd. Dus eigenlijk zijn dat van hele handige dingen. Berg het dit gelijk er even op, ook in de doof, want er zitten natuurlijk stekkertjes en zo aan. Dus ik doe het gelijk weer heel even in de doos.
Dat is dus zijn die items. En dan komt er nog één item zo meteen aan van mijn ouders. Maar die ligt nu onderop. Ik heb van vrienden, ik heb hem nog in de verpakking gelaten. Nog even vooral ook voor deze video eigenlijk. Maar dit is de Magic Star Concealer. En dit is in de kleur CN. In ieder geval. En ik had hem al sowieso al wel er even uitgehaald. Maar hij ziet er geweldig uit. Dit is de Magic Star Concealer. De verpakking is geweldig. En deze heb ik ook nog gekregen. En dan gaan we nu naar het ene laatste item. Voordat ik... En ik heb deze, dit palet ook nog gehad. En dit is het Anastasia Beverly Hills Norvina palet. Ik zal hem even voor jullie uithalen. Ik heb eigenlijk, dit is het eerste palet wat ik van Anastasia Beverly Hills heb. Maar ik moet zeggen, die andere spreken me eigenlijk tot nu toe niet aan. Eigenlijk het enige palet dat me echt tot nu toe echt aanspreekt is dit Norvina palet. En die heb ik toevallig nu ook gekregen. En ik zal hem even laten zien. Er zit een beetje dingetje op. En dit zijn de kleuren van het Norvina palet. Maar ik zal deze, gaat deze sowieso, als jullie het willen, laat het weten. Eventueel in een lab or testing kan ik deze nog voorbij laten komen. En dan kan ik via die video even laten weten wat ik van het palet vind. Maar hij lijkt de kleuren. En dan gaan we eigenlijk alweer naar het laatste item wat ik heb gekregen. En dat is het laatste item dat heb ik van mijn ouders gekregen. En dat is de nieuwste Marsha Planner. Alleen dit is de Marsha Planner X Josh V. En dat is deze. Ik vind hem echt zo gaaf. En deze heb ik gekregen en die wilde ik ook heel graag. En ja, die heb ik ook gekregen. Dan was dit het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Tot de volgende keer!